beste kijkers. Hartelijk welkom vanuit San Siro. De roemruchte thuisbasis van AC Milan. En internationale natuurlijk, maar dan heet het Giuseppe Meazza. Mijn collega, commentator, die kent u, Jeroen Gruter. Ik ben Sier de Vos en samen doen we deze wedstrijd. En zo dadelijk zal de bal aan het rollen worden gebracht. Wat een wedstrijd wordt het. Trick or treat, zeggen ze in Amerika, toch? Laten we hopen op een paar leuke tricks met de bal vandaag. Dit is de opstelling die de coach voor dit duel heeft samengesteld. Chiellini speelt centraal achterin met Rugani aan zijn zijde. Adrien Rabiot speelt op het middenveld met Arthur Melo in het centrum. En in de voorhoede Cristiano Ronaldo. Het blijft toch bijzonder dat dit stadion in Milaan gedeeld wordt door twee rivalen als AC Milan en Inter. Het ligt in de wijk San Siro. Die naam wordt ook gebruikt als Milan daar speelt. Als Inter er speelt, heet het Giuseppe Meazza. Ja, dat klopt helemaal. Overigens leek er een eind aan te komen. Beide clubs wilden elke nieuw stadion. Maar uiteindelijk hebben ze toch besloten genoegen te nemen met de renovatie van het stadion. De opstelling van de tegenstander in de 4-5-1 formatie. De spits wordt geholpen door twee centrale aanvallende middenvelders. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Nog steeds met de bal aan de voet. Speelt hem diep. Moet nu een keuze maken. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Cristiano Ronaldo. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Daar is het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Wat een fantastische start van het duel, althans voor hun. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. Met de counter dan met een doelpunt. De score is geopend. Het is 1-0. Mkhitaryan. Oh, hij gaat er langs. Zeko. Dat is een strafschop, toch? Een strafschop? Nou, vind ik niet, hoor. Nou, de scheidsrechter is alles heel gedecideerd. En ik heb eigenlijk ook helemaal geen problemen mee. En die speler die de overtreding veroorzaakt, hoort minstens geel te krijgen. Die mag van geluk spreken dat dat niet gebeurt. Zo, wat een misser, zeg. Ja, dit doet toch wel pijn aan je ogen. Hij verprutst die strafschop volledig. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Blijft aan de bal. Ja, hij neemt hem. Mijn advies, volgende keer misschien ietsje minder hard schieten. Ja, en mijn advies,
iets beter mikken dan ook. Federico Chiesa. Javier Pastore. Zeko aan de bal. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Nou, zul je net zien. En dan loopt de aanval spaak. Ze mogen een inworp nemen. Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Daniele Rugani. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Zaniolo. Het is maar goed dat hij die paas weet te onderscheppen. Cristiano Ronaldo. Het had een doelpunt kunnen worden, maar het wordt een doeltrap. In de herhaling nog eens. Een bijna geslaagde doelpoging. Ja, zie je, dat was best een gevaarlijk schot van die afstand hoor. Helaas net iets te hoog. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Ach nee, de tegenstander heeft de bal alweer veroverd. Ze zetten goed druk. Pakken de bal af. Cristiano Ronaldo. Zaniolo. Federico Bernardeschi. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Ook weer eens iets uit deze hoekschop te halen. In het midden van de 16. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Zaniolo. Javier Pastore. Zeko. Is dat wel buitenspel? De scheidsrechter fluit, maar het scheelde volgens mij niet veel. Je hebt er zo'n beetje een meetlat voor nodig, maar hier kun je toch wel redelijk goed zien dat die speler buitenspel staat. Cristiano Ronaldo. Nog steeds aan de bal. Dit is de scheidsrechter. Die snapt het. Hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een ABC'tje. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Federico Chiesa. Gaat dit wat worden? Een voorsprong van 2 doelpunten, dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Wat een gevoel en wat een controle in deze paas. Werkelijk afgemeten, maar zoals hij het afmaakt, daar valt eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Hij raakt de bal ideaal en de doelman is kansloos. Fantastische goal.
Cristiano Ronaldo. Goal, 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 goal. Ching, ching. Doelpunt van Cristiano Ronaldo. Nou, deze actie moet je nou toch kijken. We zijn natuurlijk wel iets van hem gewend, maar het is toch elke keer weer genieten als hij zijn man voorbij gaat. En dan gaat de bal er ook goed in. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Daar komt hij. Zo, een doelpunt zeg, een geweldige afstandsknal. Hij gaat gewoon te snel voor de slow motion. Je hoort hem fluiten. Koekoek. Nou, dat was nog eens een ferme uithaal die de keeper kennelijk niet verwachtte van die afstand. Prachtige goal. Er is sprake van een duidelijk krachtsverschil in deze wedstrijd. Steeds meer naar voren. Nee, die aanval bloedt toch dood. Mannetje uitgespeeld door Cristiano Ronaldo. Cristiano kan scoren. Geen probleem die bal voor de doelman. En de schepping is van Rabiot. Hij houdt het schot tegen. Federico Bernardeschi. Dat was oppassen. Ruimte voor de counter. Hij zit er goed tussen bij die pas. Federico Chiesa. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Hoekschop komt voor. Hij wordt weggewerkt. Op de brommer er voorbij. Nicolò Zaniolo. En de scheidsrechter fluit niet. Geen voordeel na die onreglementaire tackle. Zaniolo. Wat zou de scheidsrechter nu in gedachten hebben? Zeko. Chiellini natuurlijk, bijna altijd, wint dit duel. Er ligt een counter op de loer. En met de bal aan de voet de uitbraak. Zo, goal! Een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak. Maar als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Wat een knal. Een prachtige treffer. Federico Chiesa. Federico Chiesa. En dan moet Chiesa scoren, toch? Hier zit hij er goed bij, zeg. Mooie redding op die inzet van dichtbij. Ja, de reactie razendsnel. Mooi keeperswerk. Hij probeert naar binnen te komen. Hij weet het schot tegen te houden. Maar hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. In het midden van de 16. De tegenstander werkt hem weg. Daniele Rugani. En Alexandro aan de bal. Allemachtig! Wat een verschrikkelijke knal! Dit mag toch niet meer? Hier krijg je de boete voor tegenwoordig. Niet te houden natuurlijk. Ik dacht hij gaat hem overspelen, maar hij neemt hem van die afstand zo op de pantoffel. Ja, dan vliegt die bal door. Thank you.
gefloten voor de rust. Met een verrassende tussenstand. We volgen de prestaties van deze speler op de voet al weken. En deze cijfers laten maar weer eens zien waarom. Jeroen? Wat een indrukwekkende wedstrijd speelt deze aanvaller. Maar hij blijft maar doorgaan, hè. Hij blijft maar het doel van de tegenstander bestoken. In deze vorm is hij... Christian. We gaan weer verder. Aftrap is geweest, tweede helft onderweg. Cristiano Ronaldo. Adrien Rabiot. Ja, zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen. Zeko. Netjes gedaan, goed gezien. Cristiano Ronaldo. Doelkans voor Cristiano Ronaldo. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Hij zet zijn vuisten tegenaan. Hij werkt de bal naar voren. Federico Chiesa. Het loopt nu goed af. Die bal had er gewoon ingemoet hoor. Dit soort kansen die krijg je niet zo vaak in de wedstrijd. Echt heel zonde. Federico Bernardeschi. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan, maar dan zijn we er nog niet. De verdediging doet er alles aan om die speler van de bal te krijgen. Geeft hem eigenlijk geen centimeter ruimte, maar die man is zo sterk als een beer en weet de bal dan toch nog in het doel te toveren. Bijzonder mooi. De scheidsrechter fluit, maar wat doet hij nu verder? Stefan El Shaarawy. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Corner voor het doel gebracht. Kom op, dat komt niet eens in de buurt. De bal. Die zijn ze aan het zoeken op de parkeerplaats. Arthur Melo. En dat is Cristiano Ronaldo. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Bal wordt teruggelegd. Zo, goal! Zo'n doelpunt kan eigenlijk alleen maar tot stand komen als de paas in orde is. En deze is dik in orde. Perfect gewoon. Daardoor staan ze met z'n tweeën tegenover de keeper. En dan wordt het wel heel makkelijk om de bal in het doel te deponeren. Hij is aan de bal gezet. Blijft aan de bal. Misschien een mogelijkheid hier. Op deze plek zou ik niet te veel sluitings maken. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Grote kans voor Chiesa. Ja, hij probeerde te forleren. Nee, hij lijkt natuurlijk nergens op. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel. Federico Chiesa. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. De bal komt voor het doel. Federico Chiesa. Rabiot, op onderschepping. Mannetje uitgespeeld door Cristiano Ronaldo. Oh, kans van korte afstand. Wat een mooi doelpunt.
Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En dan is het nog niet zo makkelijk hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie en hoe de bal in het doel belandt, dat is echt prachtig. Het is tijd voor een wissel. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En dat had hij goed gezien. Federico Chiesa, daar staat iemand bij de tweede paal. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Mkhitaryan. Jordan Veretout. En El Shaarawy. De bal is voor hem. Kijk, dat is goed onderschept. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Ja, je hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Lekker gepakt, deze bal. Door Perrin. Voor het doel gegeven. Mogelijkheden voor een counter. Doorgebroken met de bal. Moet nu een vervolger aangeven. Ja, die is goed raak zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. We hebben nog 20 minuten te gaan. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Dat heeft hij uitstekend gezien. Cristiano Ronaldo. Beroerd verdedigd. Ja, geweldig. Doelpunt. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. Want dat bekroont hij dan met een doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij fluit alsnog voor die overtreding, omdat de voordeel geen voordeel was. Er wordt een speler gewisseld. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Bal over de achterlijn, dat is een hoekschop. In het midden van de 16. De doelman ziet die hoekschop recht op zich afkomen. Alarm nu voor Mattia Perrin, onder druk. Na die tackle is hij de bal kwijt. De scheidsrechter is resoluut. Ze mogen de bal weer op de stip leggen. Een strafschop. Maar krijgt die speler dan geen geel of rood? Zo te zien spaart de scheidsrechter. Nou, dan mag je hem dan wel dankbaar voor zijn. Vanaf de stip en hij gaat erin. Geen enkele twijfel als hij die bal vanaf de stip erin schiet. Je moet kalm en geconcentreerd blijven. En zo te zien was hij dat. Awesome.
Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Dan schiet hij nou zo naar de tegenstander. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Voor de verdediging is het echt om gek van te worden. Maar ja, oké, hij is wel van buitengewone klasse. Zeker vandaag. Daar doelpunt nummer 3 van de wedstrijd. En inderdaad, dat mag gevierd worden. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Zo wordt het een heel hoofdstuk corners. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Veel ruimte op de flank. Lorenzo Pellegrini. Hij gaat er voorbij. Dat is gevaarlijk hoor, om hier een sluiting te maken. Nou, zeg, ze hebben een abonnement op hoekschoppen. Bal wordt voor het doel gebracht. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Nou, wie dit dan geloven? Zonder keeper zelfs kan hij niet scoren. Ja, dit is echt de misser van het jaar. En we spelen nog 5 minuten door in de blessuretijd. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Hoekschop in het centrum geplaatst. Er zit iemand tussen. Alexander. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Ja, nu kan er een counter komen. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Maar een schitterende counter was dat, zeg. En hij ging er bijna nog in ook. Ah, wat zijn ze dan gevaarlijk, hè. Ja, laat de tegenstander maar gewaarschuwd zijn. En ze krijgen weer een hoekschop. De bal komt voor het doel. De voorzet uit de corner daalt te laat. Niemand kan erbij. Bonucci weet die bal te onderscheppen. En de scheidsrechter fluit. Ze winnen voor eigen publiek. Ja, deze wedstrijd hebben ze dan uiteindelijk toch heel makkelijk gewonnen. Kijk maar naar de score. Die is daar het bewijs van. Onze ogen, de ogen van iedereen, waren vandaag zoals altijd gericht op Cristiano Ronaldo. Wat vond je van hem? Hij was natuurlijk van het grootste belang bij de totstandkoming van deze overwinning. Ik bedoel, hij heeft de wedstrijdbal gekregen. Dat zegt